alle kinderen die mee willen doen met de Vliegende Hollander wedstrijden kunnen zich nog steeds opgeven. Die wedstrijden vinden plaats hier op de Neuvel. Ja, Joost mag het weten en Joost weet het misschien ook niet. Nou, kom op, gaan we. Alleen de Duimel en de wedstrijden beginnen. Niet om 11 uur, want dat nog wel. Het begint om 11:30. Ik zag 11:30. Ik zag met de wet. We komen hier om de deur. Jeffrey heeft gewonnen.
Hoe voelt het dan? Ik kijk naar de kies. Ik kijk naar de kies, dames en heren. Ik kijk naar de kies. Jawel, Jeroen heeft het gewonnen. Applaus voor Jeroen. Hans er binnenboord houden, jongens. Heren. Rechts! Ik zeg links, dan gaan we naar links. Er gaat een geweldige vraag van de dames en heren. Die staat er in, terwijl het links zit. Ja, Fortuin moet iets. Ja, bij de ploeg van Verooy moet een man weg, want 6 tegen 5 is al erg, kinderen. U ziet het, dames en heren, we moeten alles voorbereid zijn. De zwakste gaat eruit. Robert jou zelf. Ja, ja, het is de bedoeling dat hun trekken, hoor, niet jij. Ja, dames en heren, daar gaan ze. Verooy hier aan de ene kant en Bos aan de andere kant. Het Fortuin gaat straks weer niet. Hey, hij neemt even kijken, hè? De boerderij van een lange speciaal, dus extra verzekerd voor. Van vorig jaar, de ploeg van Ruitenpark. Met een nieuwe ploeg van Kopen. Ze zijn het hekken van, jongens, en door even met meer. Dit is ongelooflijk, dames en heren. Bij café De Zwaan in de Hoek. Bedankt aan de aardig, nog steeds blijven bedankt, dames en heren. Ik geef het niet op. Die juist van eigen horen, ze denken maar. Ik weet wat de vliegende Hollander is. Stijgt die rechts de zon af. Ja, zo, ja, zo. Doe de vader, dames en heren. Ik heb het verhoord. Ik stop er nog geen complex voor de kloonspinning, dames en heren. En vader Corrie,
Jawel, Jan de Laat op die naam. Oh, wat gaat het snel. En weer terug.